Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP de Val. Morgen vandaag ga ik op pad met Wim, met Kamar. En we zijn meteen op pad naar een achtervolging. Die is gaande van gewapende verdachtes. Die kwam eigenlijk echt letterlijk voorbij gescheurd toen ik bij het bureau stond. Dus dan gaan we nu met volle snelheid af. Er zit een eenheid achter. Ik moet wel even ondertussen iets doen. Even combat pistol pakken. Voertuig komt op mij af. Combat pistol is namelijk... de Glock. Die heeft twee sirenes, dat vliegt er dan mij. Daar heeft er twee kwamen, maar er komt er echt maar één. Ja, dus vandaag zijn we een beetje in het terrein... of op het terrein waar, of gebied zeg maar, in het gebied waar grensstreek of zo. Maar laten we er eens wat van maken. We werken hier dus samen met politie. Dat zie je wel eens in streken zoals, ja, waar eigenlijk? Weet ik eigenlijk niet, maar ik neem eerlijk gezegd aan dat... Ja, bijvoorbeeld hier in Maastricht. Er is dan wel een vliegveld. Maar die is nou niet echt in de buurt. Oeh, dat is boem. Ja, dat is boem. Niet echt in de buurt van Maastricht. En toch rijdt die Kamar in de stad. Dus ze rijden ook wel een soort van noodhulp. Dus dat is vandaag ook wat wij gaan doen. Dit is een lijkwagen. Daar staat een pick-up B-klasse. Oh ja, en daar staat een huisje. Maar we maken allemaal wel eens fouten met rijden. Oh, we zitten trouwens in achtervolging als ze dan niet wisten. Ik wil graag een eenheidje erbij hebben. Misschien zelfs een Zulu. Gewapende verdachtes. Hoge snelheden. Rustig verkeersbeeld. Het stopbord gaat niet aan. We naderen stad. Enfin, dan moeten we nog wel een stuk, maar we gaan in ieder geval richting de stad. Hoge snelheden, verkeer wat drukker. Zeer hoge snelheden. Vol gas. Maar we houden hem bij. Het gaat allemaal maar net goed. Yo, op twee wielen ging die. Of op drie. Wel linksachter ging van de weg af, dat zag ik. Die ging de lucht in. Voertuig crasht wederom, wij crashen op datzelfde voertuig, crasht nog een keer. Dat lossen we wel op met de verzekering. Dank je. Lijkt iets kapot te zijn bij het voertuig, waardoor die steeds
bijna. Ah shit, neem het nog een combat pistol niet, was het nou? Of had ik die al standaard? Die had ik denk ik al standaard. Ja, dat is zo. Ze zijn dus gewapend, dat is het gevaarlijke. Uitstappen! Ik heb hem weer niet. Wat is dit voor een onzin? Op knieën buiten zitten. Op je knieën. Vuurlijnen collega. Hallo vuurlijnen, wat dacht je daarvan? Gekkie. Hij blijft zitten op je knietjes. Dan gaan we deze nog boeien. Waar is die andere nou? Die is weg. Hé? Hé joh, gaan we nu dan? Ja, die heeft het gewoon als een handboei om. Zit voor een gekke hier. Twee maal aanhouding. Alle twee in één voertuig, ik vind het goed. Ah, die worden al meegenomen. Nog even fouilleren, boys en girl. Voertuig gaat mee in verband met doorzoeken op wapens en zo. Ik zie niet veel. Dat komt dan hier dan, ja. Zo, heel mooi. Ah, nu doet hij het wel weer. Ah, het was gewoon dat hij vies was. Oké, wij gaan terug naar het stadje. Of dorpje waar we vandaan kwamen. Melding zetten we aan. Ik zie jullie daar zo meteen. Geen tijd voor terug te rijden, want we krijgen hier in de stad alweer een melding van een overval. Ja, wacht trouwens, even heel realistisch ook. Weapons. Remove all weapons. En dan gaan we even. Zo. En als we toch bezig zijn. Dan doen we meteen even het kogel weer in de vest aan. En daar staat politie op. Wanneer hebben we ook van de politie geleend. Dus die krijgen ze straks weer terug. Vergeef mij daarvoor. Ik weet dan niet of de Kamar een kogel weer in de vest heeft met Marge C erop. Nog is die overval nog wel gaan. Misschien is er een valse melding. Overvalalarm ingedrukt. En blijkt het loos te zijn. Maar we gaan toch even kijken. Misschien is er wel iets aan de hand. Hallo. Welcome. Thank you. You can't come there. Of zoiets. This area is for employees only. Ah, je smul, joh. Is hier een overval gepleegd? Nee, ja. Oké, niks aan het handje. Doei. Vestje uit. Moet ik helemaal zo naar boven. Stikvest kort zo. Poging 3 of in ieder geval 2 om naar het dorpje te gaan. Of we zetten hier gewoon een melding aan. YOLO. We zijn gewoon een beetje vliegende keep vandaag. Wie doet dat? Deze grijze, hè? Ik zag het niet. Hij slingert wel. Of niet? Nou. Ik zou niet goed wie je deed. Dus dan ga ik niet zomaar stoptekens geven. Units reporting. We've got a suspect on the run. Suspect last seen in Los Santos International Airport. Units respond code 3.
Freeway naar een onbeheerste bagage. Iets met explosieven las ik nog. Verdachte daarvan is mogelijk door vandoor al. Het is op het vliegveld, dus daar kunnen we nu wel gaan assisteren. De Kamar zal er al bezig zijn met de melding. Maar ja, in dit geval gaan wij ook maar even mee. Normaal zeg ik nee, dat is geen melding voor ons, omdat we hier in de stad rondrijden. Nu is het juist een melding voor ons. Ik pak even mijn eigen route. Hij heeft inmiddels ook wel aangepast, maar ik denk dat dit sneller is. Ik ben dus vandaag met de Opel Astra trouwens, als dit een Astra is, ik weet het niet. Ik geloof het wel. Door wie die is gemaakt kan ik helaas ook niet zeggen, want dat ben ik vergeten. Er zijn er een paar gemaakt en die heb ik ook gekregen en gedownload en die heb ik in meerdere models van in mijn game gehad en ik weet nu niet meer van wie dit model is. Ja, zo ontstaan dus aanrijdingen met voorrangsvoertuigen. Ik ging ervan uit dat hij mij had gezien. Hij ging ervan uit dat ik rechtdoor ging of zelfs naar rechts. Maar dat was niet. Nou, eens kijken wat we hier allemaal gaan aantreffen. Boom is ho. Boom is ho ho ho. Misschien moeten we boom ho doen. Dat zweeft hem. Kan ik evacuate area doen? Er zijn geen eenheden meer. Ah, kutzooi. Sorry voor mijn taalgebruik. Nou. Eens even kijken. Oeh, goeie dag, shit. Oké, okay. Dat stelde dus helemaal niks voor. Er zat niks verdachts in dat koffer. We hebben hem meegenomen of zo, weet ik het. Nou kunnen we door. Ja, evacuate the area, dat is geloof ik wel een optie die ik ergens heb staan. Nou, zo komen we toch weer bij het vliegveld uit. We have an overdose civilian in Puerto del Sol. Is dat een beetje in ons gebied? Nee. Er rijdt een gestolen voertuig langs, als jullie dat hoorden.
Die is juist gestolen. Any available unit in the South Los Santos area? Units reporting on Davis Avenue. Er komt nog een melding binnen van een high speed pursuit. Dus van een achtervolging met hoge snelheid, maar die heb ik zelf niet ook op dit moment. Oh, ja, het kan goed hier. Ik heb nog geen stopteken kunnen geven. Denk ik. Dan moet ik closer zijn. Taxi. Of moet ik gewoon de B ingedrukt houden? Nee, in dit geval niet. Zou zien als ik hem nu stopteken geef dat hij netjes stopt. Dat hij me gewoon niet gezien had. Ik kan geen stopteken geven, nee! Vlaktoets, oh soepel ontwijkgedrag. Yo, gaat keigoed hier. Als je dan zo vaak shift indrukt, dan komt er, wil je deze toets als plaktoets instellen. En dan druk je op nee. Of nou, dan gaat mijn spel zeg maar door en dan rijdt hij volle snelheid vooruit. Kun je maar sturen, dan moet je je muis gaan pakken en zo. Nu ga je godmonden nu een stopteken van mij krijgen. Ja, maar rammen. Oh, zei, we zitten in achtervolging. Maar dat kan ik niet melden bij u, want mijn portofoon doet het niet ofzo. En mijn stopbordje. En alles. Nou, weer. Nou, we zitten wel nog tevoren. Ja. Nu ga jij godverdomme stoppen. Ik bedoel, wilde je alsjeblieft stoppen, beste heer? Hij rookt wel. Dat voertuig gaat niet meer lang mee. Aan de kant! Aan de kant! Ik bedoel niet aan de kant. Ja, officieel wel aan de kant. Even stoppen aan de kant. Nu is het klaar met hem. Nu is het helemaal klaar met hem. Beam! Oh, mis. Beam, een taco truck. Het is een kwestie van geduld. Totdat de motor ermee stopt. Boom is ho. 12-01-13, 12-01-0. Spot 1. 1, Lincoln, 18. Citizens reporting at 484 and Little Soul. Zee, we zitten nog steeds in achtervolging. We kunnen geen meldingen van u aannemen. Copy dispatch. Oh, hij gaat zo. Oh, hij gaat zo. In de fik. Goedendag schotel meneer, u bent aangehouden. Wat gaan we doen? Staan blijven. Deze erop, anders gaat hij me dadelijk nog verder weg. Stop! Police! Wow! Hold up! Je bent aangehouden, vriend. You ain't never getting out of prison. Dat
Zo. We gaan deze beste heer nog even fouilleren. Pilletjes bij. Meer niet. Of ja, niks spannend. Hè. Pilletjes in een zak. Capsules. Hij gaat naar het politiebureau. En dan gaan wij. Zo. Wij gaan ermee stoppen, denk ik. Ik vind het goed geweest. Ik ga niet helemaal teruglopen naar die auto namelijk. En ik heb geen zin om te teleporteren. En we zijn lang genoeg bezig geweest, denk ik zo. Heel bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je een leuke video vond. Ik zie jullie graag een paar dagen bij een nieuwe video. Wat zal dat zijn? Weet ik nog niet. Misschien weer eens met de Volvo bijvoorbeeld. Of met de Audi. Even kijken. Het heeft geen zin om het te zeggen in de comments. Want ik heb het waarschijnlijk dan opgenomen voordat deze video online komt. Maar ik hoop dat ik de juiste keuze voor jullie ga maken. Tot dan in ieder geval. Doei.